17 december presenteert de KNVB alarmerende cijfers over het betaald voetbal. Maar de inhoud is nu al bekend. Ondanks hogere TV-inkomsten gaat bij haast iedere club de begroting omlaag. De oorzaak? teruglopende sponsorinkomsten. Dit leidt tot paniek en bezuinigingen. Exacte cijfers geven de clubs niet. Maar uit een rondvraag van Omroep Brabant blijkt dat iedere Brabantse club achteruit gaat qua sponsors. Dat is enerzijds simpel te verklaren. Dus als je kijkt naar sponsorinkomsten is het natuurlijk. Op allerlei gebieden, of het nou cultuur is of sport, neemt dat natuurlijk allemaal af. Maar er is meer. Sportmarketeer Bob van Oosterhout geeft een voorzetje hoe het beter kan. Commerciële afdelingen zijn over het algemeen maar een paar mensen groot. Daarnaast denken clubs veel te weinig vanuit hun merk. De proposities vanuit voetbalclubs zijn over het algemeen best. Star, een reclamebord voor drie jaar. Terwijl de huidige tijd er misschien wel om vraagt. dat je aan de ene kant veel flexibeler bent. en aan de andere kant ook nog eens een keer uh, in staat bent. om het bedrijfsleven te laten zien. die investering van 10.000 euro. die jij in ons clubje doet. hoe verdien jij die terug? Kortom, om het tijd te keren. moet de conservatieve voetbalwereld de sponsors meer bieden. Volgend jaar zullen wij uh, een wijkencompetitie gaan opzetten. in Helmond. Ja, en dan toch je gezicht laten zien. Uh, indirect toch. Uh, duidelijk maken aan je sponsors en supporters dat Helmensport leeft in de stad. In het rapport dat straks gepresenteerd wordt, spreekt de KNVB de reële angst uit dat clubs snel gaan omvallen. Toch is er geen angst voor een totale ondergang. De huidige econo economische dip die we hebben gehad, die maakt ook wel dat alle clubs weer even in de spiegel moeten kijken, hun product moeten opfrissen. En dat zal er ongetwijfeld toe leiden dat we op een gezondere manier de toekomst ingaan. Want voetbal zit in ons bloed en dat gaat er niet zomaar uit.